Zoals gisteren reeds melding werd gemaakt in de reports, heeft vandaag de overhandiging voor renovatie van de Mundir te Wageningen plaatsgevonden. Het gaat om 40.000 SRD die door president Bouterse is vrijgemaakt nadat hiertoe een verzoek aan hem was gedaan. Rachid Doukki, die speciale afgezant is van het staatshoofd, overhandigde de middelen aan districtsadministrateur Hanisha Jairam. First time we dag, ja, doe ik niet nodig. Maar ze zei, het is aan de quarantaine. Toen belde ik, goed cool op, middag is het waar in de kaart. Ja, ja, middag was geen probleem. Het gaat om een mandier en het is een goed doel. En jullie hebben de juiste wegen bewandeld om de grootste vader van dit land, ik zeg niet van het hele land, dat ik ook rekent om met Karamangado, dat ik allemaal naar Bijiwa, maar van Kondre, maar naar Papano. Ja, en dat is de juiste weg. En hij heeft dan positief gereageerd. Ik was in de stad en ik werd gebeld of ik niet een genoegen kon doen om de middelen die jullie gevraagd hebben. Ik denk in deze gaat het om 40.000. Ja? Het was 45, maar de president heeft ook gezegd, mensen van de buurt, mensen van de gemeente, al is het een cent, heeft de president mij gevraagd. Taigi ding. Maar dan doe ik even, die 40.000, wat is die 5? Maar het geeft meer cachet, meer waardering, ja? Misschien ook meer respect, wanneer wij ook wat bijdragen om die 5.000 als gemeenschap bij elkaar te brengen, dan hebben we meer waardering voor het geheel. Ja? Dus van de 45.000 die jullie gevraagd hebben, hebben jullie 40 gehad. Is meer dan genoeg, denk ik. Ik denk dat jullie min of meer een idee hebben wat er gebeuren moet. We hebben ook gemeend hier meneer Mumtaz te laten komen. Namasa Eboa Atoso, hij is eenmaal hier bezig. Voor zo'n moment kwam het aannemer en die zijn dat kost het. Want dan heb je het restmateriaal toe. En dan heb je hoe dan ook om het te doen. Maar jullie mogen ook een eigen beheer doen. Want ik kan ook zeggen, met 40.000 kan je dingen doen wanneer je het goed hebt aangepakt. Maar het is geen walhalla dat je echt kan zeggen, hé, is een nieuwe mandier of zo. Dat ga je niet kunnen bouwen met 40.000. Die hebben gevraagd en jullie zullen weten wat er gedaan moet worden. Maar uiteraard zien jullie hier mevrouw Hanisha Jairam. Zij heeft als taak in het district om te letten op financiën die gedoneerd worden, ook door de president van de staat. Zij beheert het districtsfonds. En het moet ook niet zo zijn dat man, Ugamoni, dat zou wij kletsen, hoe geluk is aan in. Dat is te mi, die want 10 geluk aan Godusangawani. Te umjan, die want 50 geluk Godusangawani. Maar wanneer het op staatsniveau gebeurt, dan moet de persoon in die keri die erop let, ja, dat doen. De DC zou er aanwezig zijn om dit wat ik doe zelf te doen, maar hij kon niet. In het belang van het district heeft hij met de minister van OE in Paramaribo. Op dit ogenblik zitten ze in vergaderingen. Een vergadering, de DC's plus minister Parmisser. En ik heb gemeend dan dit stukje te doen. Want toch, de maitak tak mina president Kuni Keri. Ja. En de man san jima ning, den schrijf eorak tak mia banning dan. Ja? Begrijp je? Dus denk kwam asan, en nu die ala maitak werkelijk jou amana president, dat de maiorak nu. Maar in ieder geval, vandaar voorzitter, dat wij hier de envelop, 40.000 man, luku so biji, aan mevrouw Jairam overhandigen en zij gaat verder met het bestuur nu zitten en kijken wat we doen. Voor verfi, of voor het nieuw toilet, of voor kinktegel, of gordijnen, of wat je zoutwestcondantie. Dat na Umosabi, de president heeft zijn plicht gedaan en ik heb ten overstaan van het bestuur en de voorzitter en belangrijke delen, ik zie de RR-voorzitter Marita ook hier, ja, dit gedeelte afgerond. En ik hoop dat dan, niet hoop,
Ik kan zeggen dat jullie in zeer goede handen zijn qua financiën. Amoni na fu'unu. En wanneer, let wel, wampching tekortkoming de net aan het doro voorbij wamp blik veervi, dan mogen jullie, voorzitter, via meneer Gokul of via Marita mij of om John laten weten. Dat we zal lukken omdat het om een mandier gaat. Dan zal de partij zien, toezang met de president, met de partij, door dat peer. Ja? Met de president, hoeveel met dat in het tweede deel, kan de one blik veer via een 2 kilo speaker mode, Marita, dan wil de partij dat zien. Ja, om John? Ja. Hoe wij dat kunnen doen, want het is toch Gods huis. En wanneer wij vele mandiers en masjids en kerken hebben geholpen, en jullie ook een beroep hebben gedaan, dan doen we dat. En dit is non-politiek, want die mag sabi, die mino bede niet politiek eten. Die de motai guan san. A bigi mandir vanat en dharam. Moro bigi wang voor Koningsstraat. Dan was ik nog student. Heb ik mede helpen bouwen. Alle ijzer dat daar is, gomita bel, mi hanga. Want ik ben de enige deskundige bij kan hangen de Biggie Bell daar. En ik heb het gedaan. Meneer Nanan Pandey is er nog. Meneer Ramudit is er niet. Meneer Gadraj. Ja, die is. Dus toen al deed ik. Dus anno politiek toren we dat jaar.